Dames en heren, allemaal hartelijk welkom. In bijzonder de burgemeester, de voormalig burgemeester, u allen. Ja, mijn gezin, kinderen, kleinkinderen. Ik wist het niet. Het is, zoals u wellicht begrijpen zult, voor mij een bijzonder vreugdevol moment om dit boek over 77 jaar gedenken en vieren in Zeist te mogen presenteren. En dat hier in het Walkertpark. Want in het Walkertpark klonken tussen 1946 en 2023 op 4 mei indrukwekkende, vaak onvergetelijke woorden over het herdenken van hen die vielen voor onze vrijheid. Burgemeesters, predikanten, het comité 4-5 mei, verzetstrijders, oud-militairen en jongeren hebben jaar in jaar uit hun waardering uitgesproken voor onderduikers, voor Joden, voor de vrede, voor onze vrede. Een boek over 77 jaar herdenken en vieren. Alle toespraken, gedichten, meditaties, interviews, krantenartikelen, originele documenten en tientallen unieke foto's zijn verzameld. Zo is dit boek, waarop zij stilstaat, bij de betekenis van 4-5 mei tot stand gekomen. In de gemeente Zeist speelt herdenken al meer dan 75 jaar een unieke, prominente rol. Ik ga het eerste boek geven aan de burgemeester. Dankjewel. Alsjeblieft, van harte. Dankjewel. Heel mooi. Wil je eens kijken? Ja. Fijn dat je er bent. Ja. Ja. Dat was geen ontkomen aan Gerard. Al jouw toespraken staan erin, Koos.